Om de eigen economie een oppepper te geven, drukken de Amerikanen de komende tijd eindeloze hoeveelheden dollars. En dat betekent dat de dollar in waarde zal dalen ten opzichte van andere munten. Dat doen de Amerikanen om te zorgen dat u en ik meer spullen uit hun land gaan kopen. Goed voor hun economie, goed nieuws voor ons, want zo'n lage dollar, dat is best leuk. Of toch niet? Dreigende krantenkoppen op de financiële pagina's. Er is sprake van een internationale valutaoorlog. En die gaat vooral tussen de twee grootmachten Amerika en China. Amerika en China beschuldigen elkaar eigenlijk van het kunstmatig laag houden van de eigen munt. Dat doen ze allebei tegelijkertijd. En dat doen ze ook allebei tegelijkertijd. Amerika houdt de dollar laag door heel veel dollars in die economie te pompen. Te zorgen dat die munt in waarde daalt en daardoor heel goedkoop is. China die heeft zijn munt, de yuan, gewoon vastgeklonken aan de dollar. Dus als de dollar daalt, daalt de yuan mee. De monetaire ruzie in Amerika is al een paar maanden aan de gang. De dollarkoers werd steeds lager, want de Amerikaanse bank drukt heel veel nieuwe dollars bij. Een riskante ontwikkeling, zegt econoom Zweden van Wijnbergen. Ze zijn massaal geld aan het bijdrukken op grote hoeveelheden. En ja, wat is de dollar? Dat is, ja, die dollar staat hoog als geld, als er weinig geld is, weinig dollars zijn. En die staat laag als er veel dollars zijn. Nou, zij zorgen dat er veel dollars komen, dus die dollar zakt. Dat merken de Chinezen niet zo, want die klampen zich vast aan die dollar. Dat is waar de ruzie over is. Wij merken het wel. Ja, de dollar laag is eigenlijk de euro hoog. Massaal geld bijdrukken is spelen met vuur, zegt ook Marieke Stellinga van Weekblad Elsevier. Als je je zoveel geld in de economie pompt en je munt zo goedkoop maakt, dan loop je de kans dat je op een gegeven moment gierende inflatie krijgt die je niet meer in de hand kan houden. Dat is ook in de jaren 70 gebeurd. En dan moet je super pijnlijke maatregelen nemen, zoals een hele hoge rente, om dat weer terug te draaien. Eén ding is zeker, deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie. Nou, de wereldeconomie die wordt daardoor verstoord en de verhoudingen worden verstoord. De euro wordt bijvoorbeeld gestaag duurder hierdoor. En dat betekent dat de export van Europese landen ook duurder wordt. En dat de exporterende bedrijven daar last van hebben. Vooral kleine landen in Latijns-Amerika en Azië klagen steen en been over deze valutaoorlog. Omdat hun export duurder wordt en ze daardoor minder kunnen groeien. En gezamenlijk uit een crisis omhoog aan het komen, zowel Amerika als Europa. Laten we daar vooral op mikken even. En dat wilden we oorspronkelijk gecoördineerd doen. Dat wil zeggen een beetje op elkaar afstemmen en niet te veel onder elkaars duiven schieten. Nu is dat een beetje uit de hand aan het lopen. En vooral de Amerikanen die gaan hun eigen houtje door met een hele agressieve monetaire politiek. Wat doet dat voor de wereld? Nou, niet zoveel goeds. Want in feite proberen ze hun eigen werkloosheid te verminderen door hun producten aantrekkelijker te maken, waardoor andermans producten minder aantrekkelijk zijn. Maar wat betekent deze valutaoorlog nu voor de Nederlandse consument? Nou, op zich, als je alleen naar de dollarkant kijkt, alles uit Amerika is goedkoop. Als ik naar Amerika ga, dan moet ik weer een iPod voor mijn kinderen meenemen daar. En die is daar ja, tot zo 30% goedkoper. Dat is mooi meegenomen. Lekker shoppen in New York, lekker hotelletje, goedkoop. Dat een paar jaar geleden was de euro ook duur en toen hebben veel mensen en veel Europeanen zijn erheen gegaan, omdat het gewoon voordelig is. Ook een voordeel is dat de import goedkoper wordt. Dus dat betekent dat China, we importeren heel veel uit China, onder andere speelgoed. Dat is al goedkoop door de lage lonen in China, maar dat wordt nu door een sterke euro nog goedkoper. Ja, nou een nadeel is zeker voor bedrijven die exporteren naar China. Je hebt bepaalde bedrijven, en dat zijn vooral de bedrijven die ons nu uit deze crisis hebben getrokken, die veel exporteren naar China, die hebben daar gewoon last van dat de euro duur is. Dan verliezen ze ten opzichte van hun concurrenten uit Amerika, die hun spullen gewoon goedkoper in China kunnen verkopen. Dat is een groot nadeel. In zijn geheel heeft Europa, bleek de vorige keer in 2007 dat de euro zo duur was, en die was nog duurder dan nu, heeft er eigenlijk heel weinig last van. En dat komt omdat Europa vooral met zichzelf handelt. Slechts 15% van de handel gaat echt naar buiten Europa. Dus het merendeel van Europa merkt er weinig van. En dat zag je toen ook in 2007. We zijn er eigenlijk niet erg door geraakt toen.